Waar begin ik aan? Dit wordt niet een no-skip challenge in ieder geval. Zoek het even uit. We zijn gewoon vrij om te mogen skippen in ieder geval. Dus het moet een decent level zijn. Niet voor met Kaizo stuffs en al dat gebeuren. Want dat is gewoon bijna niet te doen. Oh, dat was super ducky. Oh, even wachten. Dan doe ik heel eventjes. Ah, trouwens, dan ken ik met editen ken ik dan wel knippen. Waarom doe ik super expert? Princess Peach is in trouble. Yeah, ik heb nog nooit een super expert gehaald. Oh, gelijk al een Japanse pauw speedrun. Oh, dat begint goed. Maar dat is heel erg lastig, want je moet dat echt op een frame van een seconde moet je dat goed doen, want anders krijg je die... Oh nee, oh. Oké, hij is 20 seconden, ik kan dit. Dus je pakt hem en poef. Oh, oké. Heb je ooit super expert gehaald? Nee hè? Nee, nog nooit. Wat is Kaizo stuff? Kaizo is dat iets zo ontzettend moeilijk is dat het bijna niet haalbaar is. Zoals dit. Nou, dit is best wel haalbaar, maar Kaizo stuff, dat zijn bijvoorbeeld zoals dat we die Peach Switch Jump dinges moesten doen. De hele tijd glitches moeten gaan gebruiken. Shell jumps, dat is Kaizo stuff. En dan als je echt dat alles zo pixel perfect moet zijn, want anders hou je het gewoon niet. En dit is eigenlijk best wel forgiving. Oké, ik moet daar die pauw zien te raken, maar hoe? Waarschijnlijk moet hij die twee blokjes raken dan of zo, ik weet niet. Misschien dat er dan wat uitvalt inderdaad, op die, die muzieknoot. Huh? Waarom zat hij daar nou wel en... Oh, maar de ene keer zit hij... Oh, ik snap hem al. Ik raak hem de hele tijd per ongeluk met een pauw of zo. Oké. Okay. Oh, die moet je zo snel achter elkaar doen. Die is echt lastig. Oké, let's do this. Concentratiemode engaged. Waarschijnlijk krijg je van die tromp krijg je de keysleutel. Ja, ik zat er denk ik zo. Heb je daar nog een sleutel? Maar ja, die zal je inderdaad wel van je die tromp krijgen. Oh boy. Oh, en daar heb je die pixel perfect crap. Oh. Oké, ik ga tot de 80 en dan skippen we hem. Pixel perfect, crap. Oh ja, ik zie het. Ja, het is nu heel erg. Daarna wordt het pixel perfect, Lars. Dus het wordt nogal lastig. So not fair. Ik wil hem. Ja, ik. Nog 5 levens, kom op. Nog 5 levens. 5 pogingen. Het ergste is, ik weet dat ik dit kan. Nou ja, hier snap ik het wel waarom er een tijdslimiet is. Anders ga je natuurlijk heel. Kun je best wel langzaam aandoen, misschien. Ja, en het moet snel. Ja, ze willen hier echt dat je de paard erin houdt. En ik weet ook niet hoe. Hoe tijd dat de timer is. En we hebben per ongeluk onze shell met kapot gemaakt. Oh. Hier, ik heb dit stuk heb ik gewoon down. Huh? Heb ik hem gehaald? Ik moet hem halen. Ik was zo ver. Ik moet deze gewoon halen. Kom op.
Dat is een beetje, dat is lang geleden, Christian. Sorry jongens, ik moet deze nu halen. Ik was zo dichtbij. Oh, I screwed up. Dit kostte veel tijd. De kans dat ik hem nou haal is echt extreem klein. Ja. Dat stuk daar, dat stuk is zo erg gemeen geplaatst. Sorry jongens, ik moet dit halen. Ik weet ook het kan. En de volgende die zou net zo erg zijn. Dat is super expert. De volgende zal net zo erg zijn. Ja. Nee, skip. Jammer, ik ga door. Ik wil zeggen, als je deze al... Als ik deze zou skippen, ik bedoel serieus, dit is een van de levels die is gewoon haalbaar. Maar het is een... Je moet het level kunnen halen, toch? Ja. Dat is toch een vereiste. Anders is het niet, kun je het niet uploaden. Oh, ja, dat stuk. De ene keer heb ik hem wel, de andere keer raak ik die Twomp niet in. Die Twomp die moet je raken, want anders raakt hij die P in. Die 160 P. Die raakt hij dan. Ja. En anders Pluto. Het komt ook op YouTube. Ik heb de kans. Kans. Daar moet je wel even uitkijken. Het werkt. Ja? Nice. Maar pas op met 4G gebruiken. En please, dan please, dan please dan game. Dan... Ik heb hem! Oh my god! Nice, nice, nice. Oh, die was wel erg goed. Maar zie je, het trucje werkte. Ja, maar het duurde vrij te lang om hier langs te komen. Oh, damn. Dit was nog maar het eerste level van de 6. Nou, nog 50 gaan. Nou, nog 5 keer dit. 5 keer die over u als je het haalt. Extreme skill drill. Oh mijn god. Als dit al zo'n... Oh boy. Oké, dit is doable. Gewoon zo. Wait for it. Skill drill. Oh, dat klinkt... Je hebt hier in ieder geval alle tijd voor. Dus ja, gewoon... rustig aan. Neem de tijd. Oké, wachten tot hij klaar is en als hij valt, wachten. Al die kruisjes weer. Mijn 4G is op. Ja, dat is niet slim. Maar okay. Het is het einde van de maand, dus het kan. Waarom? Oh, hier, die springt niet gewoon weg bij hem. Geef hem nu. Oeps. Het is een level helemaal gebaseerd op die... Die piranha planten, ja. Maar op zich, hij is niet zo moeilijk. Dit is een van de makkelijkere dingen. Dus ik moet gewoon rustig blijven. Gewoon concentreren. Gewoon, take deep breaths. Vertrouw in Luckyon. Oké, wachten. Oké. Hij hoeft 1, hij hoeft 2. En komt terug naar beneden en dan springen we er bovenop. Die leven, dat ziet eruit als een troll. Ik vertrouw die leven niet. Plus, ik heb zoiets van, eigenlijk zou ik dit snel moeten doen in verband met die Goombas die eraan zitten te komen. Oké, die Goombas, we moeten die weg niet volgen. En dat had ik kunnen weten, want... Oh. Kom. Later, Luna. Het was gezellig dat je er was. Dankjewel, Luna. Was gezellig. Oké. En wij hopen ook dat we... Over. Val naar beneden. Oh, dat is te vroeg. Oh, en later, de man. Ja, het wordt ook al een beetje laat inderdaad. En zelf wil ik daar ook nog Odyssey spelen. Maar op zich moet ik zeggen, mijn expert heb ik gehaald door dat ene level te halen. Ja, dat is zeker nice. Oké, wacht eventjes. Hij hovert 1, hij hovert 2, kom naar beneden. Oké. En die leven, ik vertrouw hem niet. Oké, wacht voor... Ik heb zoiets dat ik gewoon daar die kant op moet. Dus ik neem gewoon daar... Ik haat dit, stop internet. Kom op een gegeven moment... Ik wil deze eigenlijk wel meenemen, maar het nadeel is... Kan ik hem? Wacht even. Als ik
toch gewoon daar naartoe schub. Dan valt er ook geen... Oké, wacht even. Ken ik zo kun je die piranha-planten niet meer killen? Nee, helaas niet. Oh, ik dacht als je piranha... Oké, hier is het gewoon... Run. Nun jump! Die was gemeen. Oké, dat is... Deadpool. That's baloney and cheese. Dat kon je niet weten. That's faulty level design. So that's chaos theory. Oh boy. Ik had hem daar wel. Oké, dus de spring hoeven we niet mee te nemen verder. Maar we kunnen nog steeds jatten van deze gast. Vind ik leuk. Hi, ik jat je spring. Mag ik je spring jatten? Haha. Ik vind het gewoon leuk dat je zijn spring kan jatten. Ik zou... laat het rusten. Christian. Hé, wie? Oh, laat het Christian. Dit is hele leuke entertainment. Nou, dankjewel. Oké. Die spring is daar zo gemeen. Oh, die is daar echt zo gemeen. Hij is gemeen. My voice is getting lower because I'm getting angry. Wow. Holy Sisyphe. Ik vind het nog steeds leuk. Oh, zie mij leuk bouncen op mijn bouncer. Yay! En dan pak ik zijn springding af. Veel koffie. Oké, we hebben hem weer. En hier moeten we dus naar beneden spin jumpen. No koffie. Ik deed nog een spintje. We hebben snabbel. Denk aan dat ding wat ik moest voice acten. En als hij dan even niet kijkt, pak ik zijn knikkers af. Ho. Het was echt een bully, dus had ik echt zoiets van. En als hij dan even niet kijkt, pak ik zijn knikkers af. Gewoon zoiets. Oh, ik ben er door. Oké. Maar was het een Disney-film dan? Of? Nee, het was een of andere tekenfilmserie. Ik weet niet precies wat het was, want het was in het Frans. En dan moest dat Nederlands gedubt worden. Oké. Leap of Fate. Really? Leap of Fate? Ik zie niks. Ik ken dat niet. Je hebt hem! De slaven 2 hebben gehaald! Gaat goed. En deze die kostte niet zoveel. Deze was nog onder de 10 levels. Hier was ik maar 6 keer dood gegaan. Oké. We zijn op level 3. Niveau de rage. Gabi. Oh boy. Nee. Ik heb een skipknop. Dit klinkt als een troll level. Ja. Oh, waarom wist ik dat? Oké. Het is ook nog skip Frans. Ja, dat weet je dan. Oh god. Oké. We krijgen een mushroom die ik al niet vertrouw. Oké. Nee. Je vertrouwt geen mushroom. Doe jullie niet dat mushroom? Of don't eat the boy. Wat was dat level ook alweer? Even wachten. Oh, Jesus. Oh, Jesus, niet schieten. Oké, ik ga gewoon rennen. Ik ga gewoon rennen. Screw! Ik vergat de Goomba. Oeps. Oké, ik denk dat ik weet wat ik hier moet gaan doen. Spring over deze Goomba heen, hè. Pakken alleen de middelste hier. En we houden deze Goomba. En we gaan gewoon rennen. We got this. Oké, wacht hier. Voor mij zit ook zo'n speedrun level. Nee, valt mee. Oh, valt mee. Doetje. Goomba, ik heb je nodig. Wij zijn vriendjes, die Goomba en ik. Oké, ik weet dat er hier... Oké, gewoon rennen. Just keep running. Just keep failing. Oké, geef me de mushroom. Give me the mush. Hij is lief genoeg om een mush te geven. Oké. Hij valt op die pauw. Maar ik denk eerder... tot als wij daar naar beneden springen... daartussenin... dat we dan hartstikke dood gaan. Hij killt zichzelf. Oké. Die fireflowers die zijn een red herring. Als ik daar, dan word ik softlock.
Ik vertrouw het niet. Oh jeez. Don't do this to me. Don't do this to me. Hallo Lokito. Oh, je pakt die fireflower niet op? Dat is een softlock, dat is geen fireflower. Dat is de biggest troll ever. Oh. Oh boy. Gewoon doorgaan. In de pijp. Nope. Waarom vertrouw ik die pijl? Oh nee, op het einde choose a door. Why is it choose a door? Oh, bij het pijpel kiezen rechts. Third time is a charm. Oh. En dit zijn de makkelijke levels. Het is gewoon tot de eerste level. Ik weet niet hoeveel levens heeft Chris. Yeah. Die Koopa is ook gewoon meegeplaatst. Ja. Je bent niet de enige die daar dood is gegaan, zo te zien, naar de kruisjes. Nee, dat definitely niet. Maar sowieso, gebruik de dingen ook voor je advantage. Net zoals hier. Kom maar. Oeh, snijkvogels. Oké, okay. Never mind. Gewoon. Ik vind het wel grappig dat die dingen trekken. Ik haat dit level echt verschrikkelijk. Dat is hetzelfde als dat je daar naar boven toe zou springen, dat je dan gewoon dood gaat door. Weet je wat, we houden deze gewoon... dat was dom. Oké, gewoon doorgaan, gewoon doorgaan, gewoon doorgaan. Gewoon rennen. Just keep running, just keep running, just keep running, jump in. I'm okay. Ik weet niet wat voor een geluid dat ik maakte, maar ik maakte het geluid. Het geluid. De waarde op dit moment. Heel veel. Oh ja, dat is toch weer bezig op het moment. Ja, echt. Ik hoorde vandaag dat het echt de waarde al... Ja, maar ik serieus. Het is een geluid waarvan dat je echt denkt van serieus... Het kan alles zijn, ja. Ja. Geef me die mushroom. I need it. Dank je. Oké. Jou negeren we. Spring hier gewoon overheen. Just keep running. Weer terug naar die chooser door. Het is niet nummertje 3. Bij twijfel kies rechts. Wacht eens eventjes, ik weet al wat ik daar kan doen. Je krijgt daar boven een bom en ik kan dit hier doorheen op... Wacht even, is die bom naar beneden vallen? Die bom die valt naar beneden. Oké. Voor andere referencen, welke deur is het? De laatste. Oftewel rechts. Ja, bij twijfel kies rechts. Ik kreeg een donderschop van Jolteon. The rage... Stevie's rage is growing. It's at a part. Oh, come on. F you. I got this. Give me the mushroom. Okay. De hits zijn belangrijk. Invisibility frames. We need it. Okay, come on. Nee, want echt, als je daar naar beneden zou springen, er zit daar een rij invisible blocks. Dit is een van de biggest trolls die in het spel voorkomen. Je weet wel, softlocks. Oké, okay. Just keep your big, just keep running, what do you do? Aha, wat een geluid. Wat een geluid? Het geluid? Ik weet dat je eruit wil komen. Poink. Ik moet niet zo haastig zijn. Je moet gewoon... Het is geen speedrun. Je moet gewoon de tijd nemen. Bij sommige dingen moet je inderdaad zeggen van... En nu moet ik snel lezen. Oh, kom op. Ja, hier hoeft dat niet. Maar het is zo verleidelijk om snel te gaan. Nou, het houdt namelijk ook de vijanden tegen. Ja. En jump. Oké, dat was iets te laat, maar dat maakt niet echt uit. Hij kan terug. Wij pakken hier gelijk... De mushroom en ga gelijk door. Drukken naar rechts toe. Screw everything. Ik ga nog niet eens kijken wat er in die blokken zit, want het zal toch wel een troll zijn. Jump. Jotto. Spin. In de spin. De bocht gaat in. Huid spuit. De bocht gaat uit. Het zou fijn zijn als ik mijn big hier een keertje weet te houden. En die hou ik. Jee. Oké. Kom op. Don't explode in my hand, please. Thank you. Oké, neem de tijd hier.
En waarom heb ik zo'n gevoel dat hier een trolljump... Oké, hier zit geen trolljump. Oh, wel die grote firebar. Oké, hier firebar. Heb ik het gevoel. Ik, ja? Echt serieus, het is een troll... Ja, kijk hier. Ik wist het, het is een troll level. Oké, spring hier overheen. Ik vertrouw je voor geen meter. Oké, ik vertrouw dit ook niet. Dit level halen. Oh, Ace. Ik kan dit level halen. I know I can. I know I can do this level. Dat was echt een gevalletje van I tried so hard and I got so far. Oh. But in the end you didn't get the flagpole. Oh, dat doet pijn. Oké, just go, just go, just go. No, don't get the mushroom. Lose the mushroom, we don't care. Actually we do, but we're still alive and that's what counts. Staying alive. Je weet je, dit is gewoon jouw schuld. Dit blame ik op jou. I know. Bedankt me later. Oh, 13 levens. Ik bedoel, ik ben al echt al tevreden op het moment dat ik dus 3 levels zou halen. En ik weet, dit level, auw, is te halen. Ik bedoel, het einde was in zicht en ik gleed uit door dat stomme ijsblokje. Als ik daar had gejumpt, dan had ik hem gehaald. Of er zou een invisible blok moeten zitten. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat is dus het leuke met die troll levels. Ze zijn een beetje voorspelbaar. Je weet precies waar dat de trolls zitten. Ja. Uh-oh. Gelukkig heeft hij hier geen softlocks erin gegooid, want dat had hij ook nog kunnen doen. Uh-oh, ik wil die mushroom. This is going to bite me in die neus. Maar ik wil die mushroom. I'm losing it. Ik merk het, maar ik laat hem even hier gaan. Guns don't kill people. Super Mario Maker does. Brave Stevie is calming down. Nee. Oh, je bent al wakker geworden. Vind ik ook goed. Oh, no. Dark Stevie. Umbreon. Stevion. Ja, waarom is nog geen Stevion? Uh-oh. Ga gewoon dood. Nobody likes you. Oh. Oké, just... No. Auw. Oké, hier gaat dus mushroom terug. Het is jammer dat je geen vuurbloem hier of zo zou kunnen krijgen. Maar kom op. Laten we nou maar gewoon dit level gaan halen en kijken wat het andere levels nog zijn. We hebben nog maar 10 levens. Genoeg. Ga dood. Genoeg geplooid nu. Het is tijd om het level te halen. Als daar een softlock in zou hebben gezeten, dan zou ik al zo vaak dood zijn gegaan. Auw. Nee, screw de mushroom. Screw de mushroom. Screw de pipe, we glijden gewoon door. Kom op, ik wil dit level nog halen. We hebben het einde gezien, dus dan moet je dat gewoon nemen als van... Nee, je hebt het einde gezien, dus... Je hebt het level gehaald, want je hebt het einde gezien, weet je wel. Dat is gewoon een ding. Je hebt hem volgehaald. Ja, punt. Nee, dan moet je hem ophalen, dat bedoel ik ermee te zeggen. Je hebt het einde gezien, dan heb je het level gehaald. Dan wil je hem ook gewoon halen, omdat je hebt het einde gezien. Ja, op die manier. Je wil de completion bonus hebben van, ja... Weet je wel, tot hij bij je staat van... Nee hoor, je hebt hem gehaald. Punt. Klaar. Oh. Gewoon eroverheen, want dat zijn auw. Ik kreeg een bomp in mijn gezicht. En dat was niet... Jij draaide echt op het moment dat je schoot. Het is so not fair. Hoe vaak gaat die Koomba me nog krijgen? Ik heb nog maar 7 kansen om dit level te halen. Oké. Ik weet dat ik de Super Expert niet meer kan halen, maar al haalde ik nog maar 3 levels. Voor iemand die niet goed is in Super Mario Maker, vind ik dat dan echt wel een achievement. Ja, oh. Ik weet niet hoe ik daar niet geraakt ben, maar ik leef nog.
Oké. Poink. Waarom beef jij nog? Oh boy. Oh boy. Nee. Niet schieten. Six lives left. Zoals jullie zeggen, ik censureer mezelf. Super handig. Geen gebliep of geen gevoet. Nee, gewoon. It's super effective. Oh, wat slecht. Oké, voor hem. Spinjumpen. Oké, go, go, go. Go, go, go. Eroverheen. Screw hem. Chain jump. Blijf doorspringen. Screw aan die lekker toet. Screw die Bowser. Gelijk doorspringen. Naar achteren lopen. Babom. Recht naar voren toe. Korte jump. Concentreer, Stevie. Ik ben aan het concentreren. Heel erg. Hoi. Oké, we zijn Stevie, weer. Stevie, die concentreert. Alles opdoen wat hij zegt. Zie. Oh, jeez. Nee. Niet schieten. Oké. Ik weet, hier zit ergens een... Ik was daar groot en daarom kon ik daar net gewoon springen. Ik was zo dichtbij. Maar toen viel je weer in een gat. Jongens, als ik het niet haal, ik blame JB'tje. Nee. Don't blame your moderator. Do blame your moderator. Nee. Nee. Die dan. Don't kick the baby. Dat King Twomp. Oh, en ik zie die ouders ziek overkomen, hè? Ja, mijn zoontjes die zijn op school. Nou, het is toch even oefenen om, want ik kan dat niet zo zeggen. En wie krijgt er dan de schuld? Trainer Stevie. Nog maar 4 levens. Kom op. En wie is trainer Stevie? Oh, dat is een YouTuber. Oh, dat maakt het niet uit. Jawel, want ik zeg altijd dat ik kindvriendelijk ben en plantaardig. Gezond voor het leven. Oh, ze schiet ook nog eens een keer. Oh, jezus. Nou, dat is ook niet kindvriendelijk. Wat, de high? Nou, heel CDI is niet kindvriendelijk. Tuurlijk wel. Oh, jezus. Wacht, ik heb een beter idee. Gebruik de Goomba. Gebruik de... Oh boy, dat was fout. Oké, nou gewoon... Nee, kijk uit voor dat ding. Oké. Gewoon rennen, gewoon. Just keep running. What do you do? You use Bowser's head. Okay. Let's do this. Okay. Remember, you have your big. Kan ik niet. Oh, jeez. Hou je big. Ik zei hou je big, niet hou je back. Oké, okay. Kan ik hier niet gewoon over. Je zei het alsnog. Ik zeg nooit iets. Waarom stond deze aan de reeks? Wat zei je? Oké, wacht eventjes. Ik zou hier gewoon een spinjump kunnen doen, maar ik vertrouw hier helemaal niks. Oké, gewoon gebruik dat ijsblokje. Oh! Yes! Yeah! Nog maar 3 levels. Met 5 levens. 4. 4 levens. Ik heb 50% mijn goal heb ik gewoon gehaald. Ja, alleen je hebt het niet gehaald, want je kan niet verder lopen. Jawel, dat maakt niet uit. Heel veel level designers blokkeren dat toch. Ja. Het zou wel echt flauw zijn als je dan gewoon het level niet haalt. Het is een Japans level. Oh boy. En het is met spring jumps. Skip. Duidelijk. Ja, dat bedoel ik dus met die keizerstuff. Ik bedoel, dat zijn van die tricks... Ik ben heel eerlijk, erin, daar ken ik niks mee. En ik zie hier 1 SOS. Het zal ook wel weer zo'n Kaizo trick level zijn. Ja. Het is een speedrun. Ja, kijk hier gewoon. Oh. Oeh. Hey, kijk eens, ik heb nog 3 seconden. Skip. Skip. Gewoon skip. Wat? Zo, hij ziet er wel interessant uit, maar... Voor 10 seconden. A little bird told me that hij is van Duitsland. Wat? Amari. Ah ja, achso. Oh. Oh boy, oké. Dus hebben we weer gewissen. Oh boy, oké.
Kom hier. Dat is een interessante toren. Yay! Oh jongens. I'm so dead. Jongens, ik vind dat ik mijn achievement heb gehaald. Van 50% een ultra skip level, dat is voor mij echt een achievement. Oké, let's try this again. Ja, kom, gewoon deze kant op lopen. Gewoon, Mr. Mol. Dit doet mij zo denken aan die YouTuber die ik toen echt voor de eerste keer keek. Die deed dan voor het eerst die Keizer Mario. En dan had hij hier maar 100 seconden en dan was het echt move faster, Pokey. Faster! Echt de hele tijd door. Volgens mij was dat Proton Jam, maar dan weet ik niet zeker of dat Proton Jam was. Nou, nog 2 levens. We skippen gewoon nog heel even kijken of we levels even tegenkomen. 100 seconden. Speedrun. Alweer een speedrun. Ja, die kom je echt te veel tegen. Ja, weer Japans, hè. Wat hebben die Japanners zijn super hard levels maken. Laatste kans, ik ga het gewoon doen. Kan ik die eerste jump halen? Nope. Tuurlijk wel. Ik mis nou al een rood muntje. Spring hier overheen. Poink. Waarschijnlijk was dat niet de bedoeling. Waarschijnlijk was dat ook niet de bedoeling, maar daar hebben we lak aan. Nou, gewoon kijken hoe ver dat we kunnen komen. Zoink. Ik ben dood. Game over. Helaas. Was leuk. Want we hadden daar eigenlijk een shaman nodig. Ik had die niet mogen kicken. Game over. Ik moet zeggen, ik ben tevreden. We hebben 3 levels gehaald waarvan ik echt niet had verwacht dat ik ze zou kunnen halen. Jongens, ik dank jullie voor het kijken naar deze livestream. Hoop dat jullie het ook leuk hebben gevonden. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende livestream waarin dat we of verder gaan met de Legend of Zelda Ocarina of Time Randomizer. Of we doen nog een keertje Super Mario Maker. Moet ik zeker al eventjes gaan kijken. Laat zeker weten wat jullie het leukste vinden. En anders laat het weten natuurlijk op een YouTube comment van deze video. En dan hoop ik jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Dus tot de volgende keer. En je weet je, fijn dat je erbij was en zo. Tuurlijk, graag gedaan. Doei! Doei! En dit is nou heel erg awkward, want dan moet ik nog eerst naar mijn PC te lopen om hem uit te zetten.